Hallo allemaal, wat welkom, welkom, welkom. Dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Daily Gold Diggers. Vandaag hebben wij een tasting video. Zo ja. Ja, ik heb proteïnerepen gehaald bij MyProtein. Mm. 8 repen om precies te zijn, allemaal verschillende. Dus wat wij natuurlijk gaan doen vandaag is de bars proeven. Kijken, ruiken, helemaal analyseren zodat jullie precies weten wat wij vinden van deze bars. En gaan ze natuurlijk een cijfer geven in. Ja. Ranken en even kort toelichten hoeveel proteïne erin zit natuurlijk, want dat willen we weten. Veel mensen zeggen trouwens dat je ze ook 30 seconden in de magnetron kan leggen, dan worden ze wat zachter en wat smeuiger. Dat gaan wij nu niet doen, want dit is gewoon echt, zo is de reep en zo proef je. En anders is het... Maar inderdaad, tip voor de kijkers thuis. Doe hem gerust even in een magnetron. Lekker zacht, lekker smaak. Worden ze lekkerder van. Ja. Dus, volgens andere bronnen. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Gewoon niet. Try it at home. Dus, oké, let's start. Zal ik de eerste even pakken? Ja. We beginnen met de MyProtein Layer Treat Without the Cheat Cookies and Cream. Nice. Ja. Ja jongens, deze is het. Er zit maar liefst 20 gram proteïne in en slechts 2,5 gram suiker. Dus klinkt goed. Yeah. Nou, MyProtein heeft hem wat laten pletten. This is the look. Ik ben ook benieuwd. Ja, doe maar even zo. The inside of the cookie and cream. Ik krijg je eerlijk, het ziet er al lekker uit. Ja. Yeah. Proost, ruikt lekker. Gaan we het verdeeld houden. Ja. hij is best wel hard. Ja. Maar dat komt denk ik door dat cookie of zo. Aan de buitenkant. Nee, dan ben jij beter. Nou, laat het. Hij is niet hard. Nee. Hij is best wel zacht. Een beetje zoals een mars. Mm-hmm. Ik vind deze oprecht lekker. Maar ik hou echt van chocola natuurlijk. Ja. Ja. Ik zou deze nog wel een keer halen. Sowieso. Ja. Ik zou deze echt absoluut 8,5 geven. Zo. Ja, best hoog. Ja. Ik zou ook wel rond een 8 zitten. 8. Ja. Nee, ik snap je 8,5 wel. Ja. Ja. Hij is ook niet droog. Nee. Oké. Ik ga mee met jou 8,5. Volgende gaan we naar. Ik vind deze grappig uitzien. Dit is de Flapjack. Proteïne Flapjack High Fiber Original. Met 20 gram proteïne. Oké. Staat geen smaak op eigenlijk. Oh, golden syrup. Oh, daar hebben we ook pancakes. Ja. En heel plakkerig. Ja. Oké. Oké, ik ben heel benieuwd. Als ik het zo zie, lijkt het me niet fantastisch. Het is heel plakkerig. Ja. En inderdaad niet breekbaar. Het is heel plakkerig. Een soort van deeg. Ja, het lijkt gewoon net... Het lijkt deeg. Alsof het nog gekookt wordt. Maar cookie dough. Ja, het is wel lekker. Ja. Oké. Ik vind het niet vies. Het smaakt eigenlijk een beetje naar een boterkoek. Maar dan minder het lekker. Ja. Maar snap je een beetje... Ja. Het is een beetje zacht, boterig. De smaak... Is het havermout of niet? Ja, denk ik. Maar het staat er niet op. Oh. Ja, dat korrelig van havermout proef je een beetje. Ja. Dan? Oat flapjack. Oat. Ja, precies. Ja. Maar... Nou, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik vind het ook wel lekker. Ik moet zeggen, een hele bar denk ik wel. Ja, veel. Veel? Ik vind het wel lekker. Ja, had ik niet verwacht. Nee, en hij is niet zo machtig. Nee, die andere is machtiger denk ik. Ja. Alleen deze is gewoon groot. Ja, ja. Grote huppel. Maar ik vind het echt lekker. Ja. Maar zou je deze eerder halen voor zo'n proteïnereep of eerder die andere? Hoeveel suiker zat hierin? 19 gram. 19? Ja, ik wacht, kijk verkeerd. Per portie. Ja.
Oké, ja. Laat maar. Een goede side note. Hier zit dus wel echt suiker in. 19 gram. Dat is wel veel. Verklaart wel wat dus wel lekker is. Ja. Want je, ja, die suiker proef je gewoon. Maar anders kan het misschien ook niet zo smeuig zijn. Nee. Dus het moet ook wel. Maar wel lekker, jongens. Ja, dat wel. Dus als je suiker niet zo belangrijk vindt. Er zitten wel veel. 326 calorieën in. 326 calorieën. Ja, dat vind ik ook best veel. Ik blijf er wel van eten. Ja, ik ook. Ik vind deze lekkerder dan de eerste. Ja, ik ook niet. Ja, het is wel echt een 9. Ja. Maar als je dan meeneemt dat het niet een gezonde keuze is. Nee, true. Maar ja. Maar echt puur op smaak. Puur op smaak is deze lekker. Oké, ik moet stoppen ervan. Ja, next. Want we hebben er nog 60 aan. Mm-hmm. Oké. De Vegan Car Crusher. Met chocolate orange. Oeh, daar haal ik normaal netje van. Ik ook niet. We gaan het zien. 15 gram proteïne, dus ietsjes minder. Maar ook maar 1,8 gram suiker. Dus deze heeft tot nu toe de minste proteïne. 5 ja. gram minder. Maar ook minste suiker. Ook minste suiker. Hier zit 212 calorieën. Nog minder. Oké. Okay. De My Vegan Carb Crusher. Hoe zit het in de binnenkant? Break it. Oh, die gaat heel makkelijk open. Oh, het is puur. Nee. Dat is al... Nou, nou, ik hou niet van pure chocola. Ik vind het ook niet intens. Oké. Okay. Nou, let's try it. Het valt me mee. Ja. Het is niet heel lekker. Het is wel zacht. Mm-hmm. Dat wel, dat had ik niet verwacht. Heel zacht. Het is een beetje moes. Chocolademoes. Ja. Ja. Maar wel een beetje droog ook, vind ja. ik. Maar ja. als je deze eventueel in een magnetron zou doen, dan is hij wel lekker, denk ik. Ja. Ik proef niet de orange zelfs. Nee. Ik proef ook geen orange. Nee. Dus als je het kookt voor de orange, dan ga je teleurgesteld worden. Maar hou je er ook niet van, kan je hem dus prima bestellen, want ik proef geen orange. Ik vind hem wel prima. Mm. Ik zou het wel kunnen eten, maar het is wel de minste van de drie. Ik zou niet excited zijn daarmee tussendoor, van jee, mag nu deze. Ik geef dit een 6. Oh, dat vind ik wel laag. Want ik vind hem op zich best wel lekker. Want de buitenkant is crunchy. Ja, dat is wel lekker. Ik zou 6,5 geven. Dat is ook niet hoog. Nee, maar 6 vind ik zo zielig. Nou, oké. 6 en een 6,5 it is. Ja. Oké. On to the next. Zo, dit is de High Protein Bar Low Sugar High Fiber Chocolate Coconut. Ja, ik ben benieuwd. Oh ja, per reep zit er 269 calorieën in. Oh, proteïne 30 gram. Dat is wel veel. Dat is heel veel. Ja, meer dan de rest. Ja. Oké, ik ben benieuwd. Okay. Zo. Sticky, sticky. Ja. Oh. 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 You got it. Oké. So this is very interesting. Hij ruikt ook heel puur. Oeh, het ruikt een beetje naar kokos. Het is kokos, schat. Oh ja. Ik hou niet veel van kokos. Nou, ik heb van Body & Fit ook van die kokosrepen gehad. En die vond ik wel oké. Ja, ik vind kokos niet zo lekker. Ik baal er echt van, want iedereen is altijd super enthousiast over kokos. Granola met kokos is wel echt lekker. Je proeft echt niet die kokos. Maar toch, toch dat vleugje ook is. Oké, let's try it. Dit is echt die reep die ik niet lekker vind. Echt zo heel. Heel smakkerig, heel platterig. Ja. Ja, ik hou gewoon niet van kokos, dus het is echt heel intens. Maar buiten de kokosmaak vind ik de textuur ook echt niet lekker. Ik heb de kokosmaak in mijn bek.
als je van kokos houdt. Oh. En van... ja, het is gewoon bakkeren. Heel... Ja, ik ga niet eens heel doen. Compact. Ja. Dus ik moet heel veel kauwen. Ja, en dan blijft heel erg tussen je tanden zitten. Ja, dat ook. Nee. Nee. Ik geef dit een 1. Ja, voor de effort op zijn minst een 2. Nee, voor andere mensen is het waarschijnlijk wel lekker, maar inderdaad, ik zou het nooit bestellen. Nee, maar al was dit chocoladesmaak, had ik hem ook niet lekker gevonden. Dat heeft die textuur ook niet. Nee, lekker. Klopt. Oké, 2 dan. Ik ben een beetje misselijk van kokos. Nou, snel een ander, want we hebben best wel wat aan. Mm. Deze is ja. Hij heeft ook iets van feestjes op. My protein layered treat without the cheat birthday cake flavor. Dit is zeg maar dezelfde reep als die eerste, maar alleen een andere smaak. Ja, dus het is weer 20 gram proteïne. Die cookie and cream was 2,5. Dit is 2,4 gram suiker. 219 calorieën. Valt wel mee. Ja. Valt wel mee. Oké. Okay. So this is the one, guys. Oeh, die ziet er party in a package. Zo leuk. Het ziet er echt heel cute uit. Maar deze moet lekker zijn, anders vind ik het echt jammer. Ja, het is echt zo'n anticlimax. Ik ben ook heel benieuwd hoe de binnenkant eruit ziet. Nou, gaan we even kijken, jongens. Mooi vet op de tafel. Oeh. Ah. Oké. Okay. Zo leuk. Het lijkt net... Het is echt een birthday party. Ja. Zeg maar van... Maar hij ruikt wel heel zoet. Let's go. Oké. Okay. Ja, qua textuur en ja, is het een beetje hetzelfde als die andere. Als de eerste bedoel je? Ja, de eerste. Ja. Die cookies and cream. Ik vind de smaak wel echt lekker. Maar ik proef ook iets... Ik proef iets bekends, maar ik weet niet wat het is. Ja. Dat nasmaakje. Ja, precies die nasmaak. Ik vraag me af wat er allemaal in zit. Pink caramel layer. Mm-hmm. Soy nuggets. White chocolate coating. En sweeteners. Dus caramel is het misschien altijd proeven. Ja. Maar ik vind het wel lekker. Ik denk... Vind ik deze lekkerder dan de eerste? Mm. Ik vind de eerste lekkerder, maar puur omdat ik echt hou van cookies, Oreo, weet je, als ik ijsje bestel is het altijd in chocola, koffie, caramel. Mm-hmm. Die andere was een 8,5, dus ik zou deze een 8 geven. Ik heb een 8,3, als het mag. Het zit net onder die eerste. Ja. Maar ik zou deze wel nog een keer halen. Ja, 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 ik ook, sowieso. Oké, okay. Daar moet ik niet... Three to go! Worden... Oat and whey. Protein bar. 23 gram protein. Oh, 322 calorieën. Dat is best veel. 3,8 gram suiker. 3,8 gram suiker. Ja. Oké, dit ziet eruit als een heftige bar. Ja. Oh, is ook zo'n... Oké. Hmm. Eerste indruk. Ik denk niet dat ik hem lekker vind. Oats. Nee, omdat het ook oats is, dus... Oeh! Oeh! Welke smaak is dat? Oh, ja. Sorry, het is karamelsmaak. Niet gezegd. Salted caramel, dat is dan weer hou wel lekker. Ik hou er niet van. Maar. Echt niet? Oh, ik vind het wel lekker, maar... Okay. Oh! Hard. Ah! Nee. Jesus Christ. Heel droog. Heel hard. Hoe heb ik mijn kaak? Je kaak knapt er gewoon van. Een hele rare smaak. Oh, niet lekker. Overdrijf echt niet. Dat is echt niet lekker. Nee, sorry. Kijk, van die koken zou ik zeggen, dat vinden mensen nog wel lekker. Ja. Dit? Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit lekker vindt. Nee. Maar goed, ik mag niet voor andere mensen praten. Maar ik denk, dat die niemand dit lekker vindt. Maar ja, try it yourself zou ik zeggen. Ja. Deze, als dit een 1 is, is die andere dus een 2. Die met kokos. Ja? Ik vind dit erger. Ja, dus dit is een 1. Ja. Kokos een 2 inderdaad. Ja, true. Dan gaan we door, laatste 2.
Dit is de Lean Protein Bar met 18 gram proteïne. Dus ook oké. Low in sugar staat er. Chocolate cookie dough. 153 calorieën. Oh, dat is heel weinig. Heel weinig, maar het is maar een bar van 45 gram. Hè? Maar ja, wel dus 18 gram proteïne alsnog. Dus wel goed. Ja, en maar 1,2 gram suiker. Dus echt laag in suiker. Maar nog steeds best wel even hoog in proteïne. En ook echt laag in calorieën. In principe ideale combinatie. Ja. De Lean Protein Bar. In chocolate en cookie dough. Oké, okay, ja, het is echt gewoon een klein barretje. Gaan we even kijken hoe die breekt. Beetje hetzelfde als die vorige, dus dat... Belooft niks goed. Nou ja. Ik heb het idee dat die een beetje droog is ook. Ja. Ik ga weer kokos. Ik denk dat ik je durft allemaal niet meer, ja. Oké. Okay. Deze heeft weer een beetje dat taaiige. Ja. En ik krijg hem wat moeilijk weg. Ja. Smaak is prima. Okay, ja. En het is een kleine bar, dus je zou dit wel weg kunnen krijgen. Mm-hmm. Maar echt met plezier opeten doe je het waarschijnlijk niet. Nee. Ik zou deze niet denk ik nog een keer halen. Met wat ik net gegeten heb. Nee. Dit is dus niet voor ons niet echt een aanrader. Hij is niet vies. Nee. Ik denk dat ik dit een 6,5 geef. Welke hadden we net een 6 gegeven? Ja, die kokos? Nee, die gaf ik een 1. Oh. Die misschien? Oh ja. Welke zou ik dan? Dan zou ik toch eerder die eten. En die had ik een 6. Dus ik geef weer een 6. Maar ik ga hem niet verder. Nee. Oké. Okay. Last but not least. Het is een kleine baby. Het is de My Vegan Peanut Square. Er zit ook maar 12 gram proteïne in. Het is de Choc Chip. En er zit 223 calorieën in. Dat vind ik dan nog best veel. Oh, damn, voor zo'n kleine reep. Ja, en 8,3 gram suiker. Dat vind ik ook veel. Hij is wel vegan. Hmm. Oké, ik ben benieuwd. Oeh, hij ruikt wel intens. Ja. Die chocola ruik je echt wel. En ook een beetje noot of zo, denk ik. Ja, de pinda's. Ja. Oké, laatste. Hij is wel zacht. Ja. Mmm. Ik vind de smaak wel lekker. Ja. De textuur ook wel. Er zit eigenlijk een nootje in. Wel een beetje korrelig. Ja. Dat maakt hem een beetje droog. Mm-hmm. Mm. Maar weer, ik denk dus als je deze in de magnetron legt, dat hij veel lekkerder is. Ja. Ja. Maar, kijkend naar het aantal proteïne erin, suiker en calorieën, is het niet echt een hele interessante reep. Nee. Voor ons dan. Ik zou deze ook niet nog een keer halen. Maar het is zeker een prima reep. Dus... Hij is ook wel een beetje naar de pure kant, denk ik. Beetje. Niet heel erg, echt licht hoor. Maar lichtjes, ik proef ja, een beetje die pure textuur of smaak. Ja. Oké. Okay. Okay, wat voor cijfer geef je de laatste? Ik denk ook een 6,5. Ja, ik ook. Ja, dus nou, dat was het jongens. Ik wil nog een stukje van die ene. Ik wou alles erin gooien. Ik vond deze gewoon echt lekker. Jongen, ik heb misschien veel suiker in. Maar well, we don't care. Erg lekker. Oh. Misschien hebben is die wat van mij. Ben je vies van me? Corona. Jongens, dat was onze review van vandaag van My Protein. Een eerlijke review. Ik zal zo meteen hier nog even voor jullie op een rijtje zetten wat onze scores was. Zullen we de smaken even in de beschrijving zetten? Mm-hmm. En als je nog vragen hebt, ja, stel ze gerust. Of als je iets anders van ons wilt zien voor de volgende video. Let us know. Let us know. Open voor alle suggesties. En dan zeggen we like, subscribe, deel. Volg ons op Insta. You know the drill. Oh, we hebben nog geen thumbnail opgenomen. Wij zijn zo dom. Wij zijn zo stom. Dit hadden we met die repen moeten doen.
Wij zijn echt YouTube fucking dummies.